Hallo, goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ilko Gaming. We zijn vandaag terug in de dino's wereld en wij gaan terug naar de toren waar we vorige keer dood waren gegaan. Waarom? Omdat wij willen de loot hebben die daar op die toren te vinden is en we hopen dat dat een beetje goede loot is. En we hopen dat we dan met die loot wat dingen kunnen doen. Zodat we in ieder geval ons dino-eiland verder kunnen gaan bouwen. En we willen ook gewoon een beetje exploren. Het is dus alleen, ik besefte dat. Ah, crap. Nee, niet mijn boot dood laten gaan. Dat het nog best lastig is om dit te doen. Want een hoop van de shit die ik hier aan het maken ben. Is, besefte ik. Hoppa, hier naartoe. Hoppa, boot dood is niet erg. Ik moet namelijk hier zo snel mogelijk mijn spullen gaan pakken. En dan. Hoppa. Iets fatsoenlijks hebben om mee te mappen. Hey, godzakkezin, hoe heb jij mijn zwaard? Nee, dat meen je niet. Ga mijn zwaard zitten. Kom aan. Goed zo, laat mijn zwaard gaan. Mooi, rest van spullen. Headband, gelijk deze kist looten. Daar zit ook niet heel veel spant in. Dan zit hij naar boven gaten. Friend annoying. Hoppa, deze. Ah! Eruit. Jump in de zee. Maakt me niet uit, ik ga weg. Frag dit. Plan de campagne. Dit is niet heel handig. Best lastig nog dit. Best lastig. Heb ik die slime islands? Hoe gaan we dit doen? Oké. Bovenin zit de beste loot. We kunnen ons gewoon een weg proberen naar boven te hakken. Maar dat is natuurlijk niet heel sportief. Ik bedoel, het werkt, het is efficiënt. We hebben alles wat we dan nodig hebben. Dus misschien dat niet zo'n heel stom idee is. Maar echt netjes is het natuurlijk niet. Bedoel, het is niet heel sportief of zo. Maar Atel, wie heeft gezegd dat we sportief zouden zijn? Ik niet. We kunnen natuurlijk ook gewoon proberen boven te beginnen. Idee. Oké, we gaan verder naar boven. Hoppa, hier omhoog. Als we gewoon bovenaan beginnen. Bijna bovenaan. Dan hebben we de beste loot. Dan hebben we een paar lagen overgeslagen. Kunnen we kijken wat er zit. Dan gaan we in ieder geval een stukje verder dan we tot nu toe gekomen zijn. Komen. En hier omhoog, en hier omhoog, en hier omhoog. Zit alleen bovenop zit ergens die Battle Tower boss gast. Die is best lastig te verslaan. Die is best pittig. Misschien moeten we zo meteen hier eens ergens bij een laag even moeten gaan kijken. Hoeveel boven. Jezus, hoog. Hoeveel lagen moeten we nog omhoog, man? Come on, come on, come on. Dan ons een weg naar beneden werken van de ene bovenste laag of zo. Ik geloof dat als we de bovenste laag hebben, of de bijna bovenste laag, dat we dan die friggin' Battle Tower Master op ons dak krijgen. Als we nog eentje hoger gaan, dan kunnen we hier volgens mij wel een. Ja, misschien zelfs nog wel één of twee hoger. Ah, kunnen we nog hoger. Hoppa, kom maar. Komt u maar. En nog hoger, nog hoger. Dan kunnen we daar misschien. Veilig onze weg naar beneden werken. En op, dat is de laag waar we gaan beginnen. Oké. Nou, als we hier gaan beginnen, wil ik iets meer van een veilige route hebben hier. Dat betekent dat ik hier niet zomaar uitgeschoten wil kunnen gaan worden. En op, dan hebben we deze nodig. En dan kunnen we die kapot maken. Hallo, goeiedag. Dan kunnen we gewoon daarbij. Hey, dat is mooi. Zo kunnen we natuurlijk ook gewoon bij de loot. Kunnen we dat ook bij boven, laag hierboven doen. Dat is misschien niet heel netjes, maar. Werkt. Dan. Waarom niet? Misschien dat ik een manier heb gevonden om deze toren leeg te looten zonder
iets voor te hoeven doen. Oh, frick. Oh, hij is een beetje boos. Oké, dat is de bovenste laag inderdaad, die daar zit. We moeten hem nog niet naar beneden krijgen. Maar we willen wel deze jongens hier dood gaan maken. Dus jullie gaan allemaal weg. Oh, hallo, staat hij al hier? What the F? Wat doet die gast hier nou? What the hell? Wat doet hij hier? Echt, moet ik daar nou weer mee? Kan ik toch ook niks mee? Jongen, wat doe je hier? Jij moet hier nog helemaal niet zijn. Dammit. en nou? Kunnen we hier bij die tweede? Yes, nice. En nou kunnen we natuurlijk niet. Ah, dang it. Oh, wat had ik gezegd dat je hier moest spannen? Helemaal niet. Hoppa. Hoppa, jullie gaan dood, goed zo. Meer van die gasten die hier dood willen? Nee? Oké, mooi. Dan gaan we hier. Kijk, jullie hebben we hier nog en jullie hebben we hier nog. Met die battle golem daar. Kan ik daar nou mee? Kan ik ook niks mee? Hup, dag jullie. Daaraf, goed zo. Deze kan hier. En dan gaan we hier eens kijken of we toch niet nog een stukje omhoog kunnen als die battle golem hierboven staat, hieronder staat. Dan kunnen we misschien. Kunnen wij misschien deze kant op gaan? Hallo? Heeft hij nou serieus gewoon die kist hier gedestroyed? Are you freaking kidding me? Wat? Mijn kist. Was mijn kist met loot. Het is helemaal niet aan jou om die kapot te maken. Dan gaan we nou die battle golem pakken. Oh, dit lijkt goed te gaan. Dit lijkt het goed te overleven. Oh, dit is wel een beetje pijnlijk volgens mij. Oh. Gek, jongen. Gek. Wat? Oh, hoe ga ik hem verslaan? Hij is echt helemaal gek. Hoppa. Oh, ik kan hem vanuit hier kan ik hem hitten. Komt u maar. Goed zo. Ik kan maar vanuit hier geen damage doen. Haha. Oh, wacht toch wel. Never mind. Held, niet held, held nodig. Huh. Moet ik pijlen. Oh. Gekke battle golem. Gek jongen. Gek. Hoppa, ik ga terug. Hoppa. En oh. Wacht, maar zonder deze gast zou die toren het begeven, toch? Oké, doe het zelf. We gaan hier eerst eventjes. Ah! We gaan eerst hier even de boel verlichten. De loot hier is al foetsie. Wat kunnen we nog weggooien? We hebben rotten fresh. Flash hebben we niet nodig. String hebben we niet nodig. Dit hebben we niet nodig. Boot hebben we nodig, dat is mooi loot. Dirt hoeven we niet per se te gebruiken. Wortel hebben we niet nodig. Fishing rod, ach die kunnen we nieuw maken. Bow, oh die kunnen we gaan combineren. Perfect. Button, niet nodig. De rest van de zooi gaan we gewoon lekker houden. Oké. Dus, hallo meneer de Battlecoder, waar bent u? Hallo. Oeh, jij bent groot. Jij kan hier. Ik ben een muis. Ik ben een muis en jij kan mij niet bij. Oeh, je kan mij wel zo bij. Wacht. Come on. Ah.
Auw. Auw. Zo. Pot die half opgeblazen, man. Need more help. Request help, please. Request help. Request help, please. Thank you. Waar is hij nou weer? Waar de F is hij naartoe? Is hij er een lager gaan zitten? Wat? Is er serieus gewoon eentje lager? Oké, ook prima. Oh, wacht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Niet hier de hele boer aan slopen, verrekte golem. Oh, wacht, jij bent je ook. Haha. Hoppa, hier de boel dichtmaken zodat we hier niet ergens in een gat gaan vallen. Dat ook onze loot niet ergens hier in een gat gaat vallen of in vuur. En dan kunnen we ta-da-da-da, hier alle loot uithalen. Wat hebben we? Even kijken. We hebben redstone lamps, brewing stands. Kist en rotten flesh, meer. Ah, is toch leuk loot. Eens kijken of we die Battle Golem nog wat verder kunnen pesten. Hallo, ja, jij gaat sowieso dood. Waar is die Battle Golem van jullie? Hallo? Gezocht Battle Golem. Hallo, gezocht Battle Golem. Oh, wat de hel, is hij weer terug op held? Nee, dat meen je niet. Dat vind ik niet eerlijk. Nope, I call cheats. I call cheats. I call cheats. Even kijken. Hallo. Ga eens weg daar. Hey, heb ik. Hoppa. Ga eens weg. Heb ik. Zo. Oh. hij is een beetje boos volgens mij. Hij is een klein beetje boos. Oh, maar de loot daar is wel weg. Dat kunnen we. Mooi gebruiken. Dit kunnen we hier. Is hij nou niet meer boos? Hallo meneer de Battle Golem, bent u nu niet meer boos? Die moesten we nog slopen. Mooi. Meneer de Battle Golem, bent u nou niet meer boos? Hallo? Die hadden we al leeg gehaald. Kunnen we hier zo ook gewoon naar beneden? Idee. Hallo, ik kom even jullie kist leeg halen. 2, 3, 4. Oh oh! Nou, er zat volgens mij zo te zien verder toch niet hele spannende loot in. Dus ik zeg, ik ga terug naar huis. En we hebben in ieder geval een eerste Battle Tower gehad. We hebben onze eerste avontuur gehad. We hebben uiteindelijk best nog wel wat leuke loot. Een redstone lamp, brewing stand hebben we gevonden. We gaan volgende keer gaan we lekker verder exploren. We hebben nog een hoop meer dingen die we hierin zitten. Misschien dat ik nog wel een aantal andere mods erbij zet om ook wat meer items erbij te krijgen. Zodat we wat meer afwisseling hebben in de verschillende items en de tools en de armor en dingen die we kunnen vinden in kisten en zo. Tot zover wil ik jullie gaan bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze vernieuwde afleveringen van Dino's. We hebben nog maar een heel klein stukje van de nieuwe mods hebben we ontdekt en hebben we bezocht. Maar ik denk wel dat ze een leuk beeld geven van wat we allemaal kunnen gaan verwachten en wat we allemaal kunnen gaan doen. Want er is zeker straks ook in de Twilight Forest die we nog moeten gaan bezoeken, is er zoveel te doen. Zoveel te doen wat we nog kunnen gaan doen om onze dino-wereld beter te maken. Maar nu eerst hebben we een paar mooie redstone lamps en brewing stands. Yes. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer bij meer Ilko Gaming. Sorry dat ik mijn knopje heb. Zie jullie weer bij meer Ilko Gaming. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen als je dat nog niet gedaan hebt. En een leuke comment achter te laten beneden wat we nog verder kunnen gaan doen. En bedankt voor het kijken. Bye bye.